Niet vanwege de originaliteit van zijn gedachten heeft Bloem het tot de kanon gebracht, maar wel door het ongeëvenaarde meesterschap waarmee hij traditionele thema's in zijn poëzie heeft weten te vertolken. Die thema's hebben meestal te maken met de vergankelijkheid, met de eindigheid van alles, met de dood. Media vita in mortis sumus luidt het in een vroeg middeleeuws Gregoriaans gezang. In het midden van het leven bevinden we ons in de dood. En het is geen toeval dat Bloem als titel van een van zijn eerste bundels juist Media Vita heeft gekozen. Het gedicht Insomnia, dat in de vroege jaren 50 tot stand kwam, behandelt hetzelfde thema. Dat het leven ein Sein zum Tode is, leerde ik als eerstejaarsstudent in mijn colleges filosofie. Ik leerde het daar Heidegger nazeggen en op het examen bracht ik die uitdrukking ein Sein zum Tode met zoveel pathos dat de professor filosofie me zei dat wijsbegeerte geen literatuur is. De dichter Bloem had geen pathos nodig om deze gedachte op een virtuose wijze te vertolken. Hij doet dat met een buitengewone beheersing van vorm en retorica. Luister maar. Insomnia. Denkend aan de dood kan ik niet slapen. En niet slapend denk ik aan de dood. En het leven vliet gelijk het vloot. En elk zijn is tot niet zijn geschapen. Hoe onmachtig klinkt het schriel te wapen, waar de levenswil ten strijd mee nood. Naast ter doodsklaroenen schrille stoot, die de grijsaards oproept, met de knapen. Evenals een vrouw, die eens zich gaf, baren moet, of ze al dan niet wil baren. Want het kind is groeiende in haar schoot. Is elk wezen zwanger van de dood. En het voorbestemde doel van het paren is niet minder dan de wieg, het graf.